De verhuizing van het Fries Museum is een heel karwei. De afgelopen dagen zijn allerlei extra zware attributen verhuisd. Donderdagmorgen was een van de zwaarste museumstukken aan de beurt. De grafzerk van de jongeling Eppo. De zogenaamde Epposteen van Rinsema Geest. Deze grafsteen uit 1470 is een van de topstukken van het Fries Museum. We zijn zojuist is een bijzonder transport achter ons heeft plaatsgevonden. Speciaal transport van een hele grote steen. De Epposteen wel genoemd, van de jongeling Eppo. Een grafzerk uit rond circa 1300. En die is vanuit de kanselarij met een bijzonder transport is hij getakeld op een vrachtwagen. En hoe zwaar was de steen? Die steen die weegt circa 450 kilo. Dus u kunt zich voorstellen dat we daar een heel bijzonder transport voor nodig hadden. Vandaar deze enorme kraan om de steen uit de kanselarij te takelen en in de vrachtauto te plaatsen. Waar gaat de steen nu naartoe? De steen gaat nu naar het nieuwe Fries Museum. Want deze steen maakt deel uit van de nieuwe presentatie, Verhaal van Friesland. Die op de eerste verdieping van het nieuwe museum straks te zien is. En wanneer is hij weer te bezichtigen? Hij is te bezichtigen vanaf september, wanneer we open gaan. Is het Verhaal van Friesland is een van de grote tentoonstellingen. En dan is deze steen, dat een topstuk is weer te zien.